Goedenavond iedereen. Het is 8:02. Ik zie dat alle commissieleden aanwezig zijn. Dan kunnen we eraan beginnen. Het eerste punt op de agenda is het verslag. Zijn er op- of aanmerkingen over het verslag? Ik handjes? Nee, ik zie geen handjes. Nee, geen handjes. Dan nemen we aan dat er geen opmerkingen over het verslag zijn. Dan gaan we door naar punt 11 op de agenda. Schepen Busselot heeft straks nog een andere meeting en heeft gevraagd om zijn punt naar voren te schuiven. Schepen Busselot, het is aan u. Ja, dank u wel, collega's. Dus hetgeen dat hier voor ligt is eigenlijk dus de huidige toestand van de kleedkamers van Avenir. Hè, die vragen eigenlijk een grondige verbouwing voor het verbeteren van de toegankelijkheid en isoleren, maar ook voor de kwaliteit van de kleedkamers. In dat kader keurde de gemeenteraad in november 20 het bestek, de wijze van gunning en raming van €309.000 goed. We hebben dus één offerte daarop ontvangen, dat was €420.000. Die offerte werd dus herbekeken en we ontvingen een aangepaste offerte, omdat daar zaten bepaalde dubbels in, die werden dubbel geteld, terwijl de architecten dat eerder als een of-post bezagen, hadden zij dat als een en-post, dus hadden zij een dubbele post gerekend. Dus vandaar dat er een offerte kwam van €402.000. Om de werken verder te kunnen laten uitvoeren, omdat dat toch een verschil is met hetgeen wat er bij ons geraamd was, wordt aan de raad voorgesteld om de aangepaste raming goed te keuren voor €406.000. En het verschil in raming en offerte heeft eigenlijk diverse oorzaken. Enerzijds zitten we met een stijging van de ABEX-index, dus van de prijzen voor de bouw van gebouwen en woningen. Bijkomend zitten we ook met een stijging van de eenheidsprijzen van metaal en isolatie. Hè. Daar is blijkbaar een schaarste op de markt vanwege de basisgrondstoffen. Ik denk dat de mensen ook wel nog de artikels zullen weten van begin dit jaar over isolatie en een tekort aan isolatie. Dus de gevelbekleding van de vernieuwde kleedkamers is eigenlijk ook voorzien in geïsoleerde metaalplaten. Dus dat die sterke stijging van de eenheidsprijzen van deze grondstoffen dus ook een rechtstreeks een invloed hebben op de kostprijs van deze materialen. En we zitten dan ook nog bijkomend mogelijk rendementsverlies door corona. Aangezien dat de maatregelen de gevolgen van corona niet langer als een bestaande factor kunnen worden beschouwd, rekenen dus aannemers het mogelijke rendementsverlies door in hun eenheidsprijs. Ja, in het begin was dat nog een ongekend feit. Kwamen ze dat tegen eens corona en konden dat soms beroepen of inroepen als om die extra kosten ergens terug te winnen. Maar nu dat eigenlijk meestal iedereen al weet van corona is bestaande, wordt dat meestal ook in de bestekken zelf opgenomen dat daar geen bijkomende posten kunnen of geen bijkomende kosten kunnen nadien gevorderd worden voor corona, bijvoorbeeld. Dat wil dus eigenlijk wel zeggen dat de aannemers natuurlijk daarin rekening houden met hun prijzen en dat die dan ook een hogere prijzen proberen in te rekenen. Dus in dit dossier is de invloed daarvan ook wel wel aanzienlijk natuurlijk, omdat je zit daar met kleinere ruimtes, dus omdat je zit met meer binnenwerk, dan in, bij wijze van spreken dat je in een grote hangar bezig bent of dergelijke meer. En vandaar dat dat ook wel zijn invloed daarop heeft. En dat is eigenlijk het dossier dat een beetje dat eigenlijk voor ligt. Zijn daar vragen over, collega's? Ik zie weer geen handjes komen. Dan neem ik aan dat dit duidelijk was voor iedereen. Schepen Busselot, hartelijk dank voor uw uitleg. En ja, dank u wel. Bent... Nu ga ik gewoon naar de sportraad. Voilà. Dank u wel. Bedankt. Tot later. Dag. Ja, dag. Roger Lindemans steekt nog net zijn handje op. Was het nog een vraag voor de schepen of... Ja, ik heb nog een vraag voor de schepen, want het is natuurlijk veel meer. Hè. Het is 25% meer dan de oorspronkelijke begroting. Ik snap de uitleg wel van de ingebouwde risico's en zeker van de stijgende grondprijzen, maar 25% meer is natuurlijk een gigantische overschatting. Is het eigenlijk geen optie om die twee dingen, om dan eventueel een jaar te wachten?
lijkt met misschien twee opties mogelijk een herbevraging te doen aan de marktprijs. Ik weet niet of dat gaat, een nieuwe offerte in de markt zetten. En eventueel een jaar te wachten. Want een jaar wachten, waarschijnlijk binnen een jaar, dat kunnen we toch wel zeggen, zal de veiligheidsmarge voor corona niet meer moeten ingecalculeerd worden. En hebben we hopelijk een herstel van de aanvoerketen van grondstofprijzen. Dus misschien mijn voorstel is eigenlijk, misschien, ik snap natuurlijk wel, als je de foto's ziet, dat die in zeer slechte staat zijn. Maar met een jaar wachten kun je mogelijk, ik ga niet zeggen €100.000 uitsparen, maar misschien toch €60.000 uitsparen. Voilà. Ja, dat is een zeer goede bedenking. Het is zo natuurlijk, als we een nieuwe offerte gaan opvragen, we hebben het eigenlijk al eens opnieuw in de markt gebracht. Dus daar hebben we maar één inschrijver gekregen. Terwijl we de keer ervoor er eigenlijk drie krijgen. Meestal krijg je het omgekeerde effect. Je hebt één inschrijver gezegd van we gaan nog eens het lanceren om meer inschrijvers te krijgen. Dus hier bestaat het gevaar als je het nog eens gaat lanceren, dat je één ofwel niemand niet meer gaat vinden, omdat ze denken van oei, er is toch iets raar met dat dossier of het is toch te moeilijk voor de aannemers. Of je gaat wel iemand hebben die misschien dan toch nog hoger gaat proberen in te schrijven. Dus dat is een beetje een afweging dat we moeten maken natuurlijk. Bijkomende afweging dat we nu wel hebben, het sportseizoen loopt nu eigenlijk niet gelijk als vroeger. Dus ja, vroeger hadden we inderdaad, bij wijze van spreken, een continue bezetting. Buiten de, vanaf, wat is het, juni, juli, die misschien niet, hè, omdat dan de voetbalseizoen eigenlijk stopte. Nu met corona is die bezetting veel minder. Dus eigenlijk is het juist door corona ook wel een goed moment om die werken te doen, omdat de overlast naar de voetballers of naar de voetbalploeg ook minder is. Je gaat dan ook minder, als er minder bezetting is, gaat er misschien ook minder kosten hebben aan containers om te huren, om douches te genereren of dat je ook op die moment moet kunnen opvangen. Dus vandaar is het voorstel van daar toch mee verder te gaan en te kijken. We gaan natuurlijk wel bijkomend nog met de aannemer zelf ook nog onderhandelen om die prijs ook naar beneden te krijgen. Hè? Want er zijn inderdaad bijvoorbeeld bepaalde zaken. Ik zeg maar iets, hij heeft een LED-verlichting aangeboden, hè, die voldoet volgens het bestek. Maar die LED-verlichting, bij wijze van spreken, die voldoet zo goed dat die misschien te hoog voldoet, waardoor die prijs te hoog is, dat wij zeggen van, kijk, eigenlijk zouden wij een lagere klasse willen die wel voldoet aan het bestek, hè, en dat we die prijs ook nog kunnen laten zakken. Dus dat kan perfect nog verlopen voor de gunning. Ja, ik dank u Schepen voor uw antwoord. Met uw eerste dingen van het opnieuw in de markt zetten, daar snap ik uw afweging. Mijn tweede vraag is wel natuurlijk, want ik hoor een aantal onzekerheden in die zin, dat u zegt, ja, laat ons het eigenlijk nu doen, want dat snap ik ook. Het seizoen ligt eigenlijk wat stil, er is minder bezetting, het is eigenlijk het goede moment om te doen. Maar ik hoor eigenlijk ook een zekere onzekerheid, want ik kan me inbeelden dat tegen wanneer de werken beginnen, ik weet niet wanneer dat daar een startwerken is voorzien, dat het misschien al het volgende seizoen is. En dat u bijvoorbeeld zegt, kijk, ja, er gaan geen douches moeten gezet worden of geen extra containers. Ja, misschien niet gezet worden of ze gaan niet gezet moeten worden. Dat is natuurlijk, snap je, de uitgespaarde kosten, zijn ze zeker uitgespaard of zijn ze mogelijk toch te doen? Ja, ik snap je denkpiste. Het is inderdaad, ja, ik kan natuurlijk niet in een glazen bol kijken en als daar iets misloopt in het verhaal van de werken, dan gaan ze misschien net wel containers moeten voorzien. Misschien, hè, maar zoals dat nu in eerste instantie ernaar uitziet, zouden ze, denk ik, in offerte aangeboden van 3 mei te starten en eigenlijk tegen augustus eigenlijk daar gezond af te zijn. Dus wat eigenlijk dan maakt dat als je seizoen in september eigenlijk begint, dat je klaar bent. Dus dan daar ook is ook een beetje de afweging dat we maken van ja, nu toch in die piste verder te gaan. Oké, dank u wel. Ja, je had chance, want het ging juist op lief drukken. Ja, ik zat te zwaaien, maar ik was alweer vergeten met dat racehandje. Oké, maar die komt niet over. Ja, oké, dank u wel. Oké. Dag. Dank u, Schepen. Ik zie verder geen handjes meer. En wie nu zijn handje nog opsteekt, is te laat. U mag naar de andere vergadering. Oké, dan gaan wij weer helemaal terug naar het begin van de agenda. Punt 2 op de agenda. Opmaak van een beoordelingskader voor omgevingsaanvragen voor de Halse tuinwijken. Dan krijgen wij een toelichting door Corneel Poncele. Corneel, het is aan u. Is Corneel aanwezig? Nee, ik denk dat hij niet aanwezig kon zijn. Ik ga het overnemen. Oké. Schepen, Keunen, het is aan u dan.
Voilà, ik heb de aanwezigen niet bekeken, maar ik dacht dat hij niet kon komen. Dus de opmaak van een beoordelingskader is een actie die staat in de strategische meerjarenplanning. Actie B423. En dit is waar het hier vandaag over gaat. Namelijk de opmaak voor een beoordelingskader voor aanvragen van voor de Halse tuinwijken. We hebben er zo'n paar in Halle. Jullie hebben allemaal de nota kunnen lezen, denk ik, waar toch wel zeer uitgebreid de algemene situering staat. Eigenlijk van waar dat die tuinwijken komen. Dus echt wel die nieuwe arbeiderswijken te gaan creëren om de overgang tussen het platteland en de stad te maken. Heel specifieke tuinwijken waar men gaat zoeken naar een betere voeling met de natuur en waar men ook het sociaal contact tussen de bewoners gaat optimaliseren. Ze zijn meestal gerealiseerd na de Wereldoorlog 1. En zoals eerder al gezegd, van stad op het platteland, zijn ze eigenlijk nu uitgegroeid naar van platteland in de stad. Nu, in Halle hebben ook de Sociale Huisvestingsmaatschappij in deze periode 2 grootschalige tuinwijken gerealiseerd. In Buizingen, de Cité Bolanx en in de tuinwijk in Biezenweide. Daarnaast hebben we er nog een aantal kleinschaligere, zoals de Cité Stroppen en de Boslaan te Buizingen. Op de volgende slide zien jullie een mooi voorbeeld via een aantal afbeeldingen, hoe dat die tuinwijken eigenlijk toch wel zeer harmonisch gevormd zijn met een bepaalde structuur. Hier zien jullie die van Buizingen en de Biezenweide. Nu, als we gaan kijken naar de huidige toestand, dan zien we dat een aantal wijken nog wel vrij goed bewaard zijn. Het zijn ook wijken met grondgebonden eengezinswoningen met groene voor- en achtertuinen. In de vorige slide konden jullie zien dat er toch wel een verscheidenheid was in zowel de opbouw van de wijk, maar ook naar de concrete architectuur. En dat als je daardoor wandelt of loopt, dan zie je toch wel dat er een heel duidelijk architecturaal geheel kenbaar is. En de bedoeling is van dit natuurlijk te gaan bewaren. Het meeste van deze eigendommen die zijn private woningen momenteel. En door de loop der tijden is daar toch wel wat aanpassing aan gebeurd. Zowel op vlak van gevelmateriaal, maar ook over invulling van de voortuinen. En we hebben toch wel gezien dat die aantasting afhankelijk van het item toch wel sterk varieert. Sommige stedenbouwkundige gehelen zijn nog volledig bewaard. En bij anderen is er enkel nog de bouwenvelop duidelijk herkenbaar. Tot zover denk ik eerder de stand van zaken van de wijken op zich. Het doel nu is de opmaak van een beoordelingsfiches, die eigenlijk gaan bepalen in welke mate dat iets echt bewaard is. Dus waar we gaan kijken van het is gaaf bewaard, slecht bewaard. De eenheid wordt hier onderbroken. Je hebt een aantal bewoningen die bewaard zijn, andere weer niet. En waar we gaan richtlijnen voor opstellen en formuleren die dienen als toetssteen bij omgevingsaanvragen. Op de volgende 2 slides zien jullie voorbeelden, de een van de Watertorenstraat en de volgende van een ander deel van de Watertorenstraat. En zie je een voorbeeld van hoe dat we die mate van bewaardheid kunnen in kaart brengen, die plussen en mintjes die jullie in de vorige slide zagen. En dan daarnaast eigenlijk op welke manier dat we daarmee willen in de toekomst omgaan. Met andere woorden, wat willen we bewaren? Waar willen we absoluut geen omgevingsvergunningen voor afleveren? Dus vandaar toch wel specifieke richtlijnen eigenlijk te nemen.
Een voorbeeld daarvan is de voortuinen, waar toch wel, waar we zien dat in de loop der tijden toch wel heel wat verhardingen voorzien zijn. Vandaar toch wel terug te gaan naar die groene voortuintjes en van die groene voortuinen dan ook zoveel mogelijk te bewaren. Dus hier zien jullie dan een voorbeeld en hier dan ook weer een ander voorbeeldje. Plan van aanpak. In een eerste fase zouden we de tuinwijk Buizingen gaan beoordelen aan de hand van deze beoordelingsfiches. Die zullen dan opgemaakt worden natuurlijk. Dit hier is hier een voorstel van plan van aanpak. Deze fiches zullen dan ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd worden en kunnen nadien dan gebruikt worden als een leidraad bij de behandeling van de omgevingsaanvragen. De bedoeling is om tegen eind april, begin mei deze voor te leggen en dan in een tweede fase over te gaan tot de tuinwijk Biezenweide. Tot daar mijn toelichting. Dank u. Roger Lindemans heeft zijn handje weer omhoog gestoken. Roger, zegt u het maar. Het is Rogier. Ik had een kleine vraag aan voor de schepen. Nou, op zichzelf is dat wel nobel, maar ik vind het ook niet echt in het dossier. Ik heb een kans dat ik erover gekeken heb. Maar waarom ineens zo die twee projecten die eruit springen in een soort erfgoedbeweging, want op zichzelf is dat een soort erfgoed met tuintjes, maar ik snap niet zo goed van waar dat ineens nu de prioriteit krijgt in de bewaring van het erfgoed of het herstel van erfgoed in Halle. Herinner u zal het wel weten, Schepen, dat ik een voorstel heb ingediend zoveel 2 jaar geleden om een inventaris te maken van erfgoed en daar een soort selectie te maken van het belangrijkste erfgoed. Ik snap niet zo goed waarom dat die van waar ineens die twee projecten of dit project hier ineens voorrang krijgt, zal ik maar zeggen. Ja, dit hier is gewoon een uitvoering van wat er beschreven staat in de strategische meerjarenplanningen. Dus dit staat daar beschreven, duidelijk omschreven. Daar zit ook een timing op vastgelegd. Dus het lijkt mij dan ook logisch dat de diensten dit ter harte nemen en dan ook in uitvoering brengen. Nu, inderdaad, u heeft die vraag gesteld. Ik denk dat het ook een heel goede basis kan zijn om eens te kijken van op welke manier werkt dit en kan dat ook een verbreding of een verruiming krijgen. Maar waarom dat dit nu hier vandaag opstaat, is gewoon omdat dat in de strategische meerjarenplanning vooropgesteld was en ook uitgevoerd moet worden. Oké, ja, goed. Maar ja, ik vind het nog wel een beetje, zelfs als het meerjarenplan staat, vind ik het een als politieke keuze een beetje een willekeurige keuze, maar bon. Een keuze die al een hele tijd geleden genomen is. Ja, ik weet het, maar dat meerjarenplan, dat is natuurlijk, we hebben daar tot 2:30 s'nachts of zo over gediscuteerd, denk ik. Het is me dan waarschijnlijk toen ontgaan, maar ik vind het een beetje een speciale keuze om dat nu ineens een prioriteit te maken, maar die is inderdaad blijkbaar lang geleden, ik had het blijkbaar 2 jaar geleden moeten opmerken. Nu, ik denk dat het belangrijk is dat naast de strategische meerjarenplanning nemen we nog andere acties. Maar ik denk dat het toch wel belangrijk is dat de acties die vermeld staan in de strategische meerjarenplanning, dat we daar echt wel voor gaan en dat we dat ook ten uitvoer brengen. Dus op zich vind ik dat wel heel positief dat dat eigenlijk al in zo'n fase hier ligt. Oké, ik zie verder geen handjes meer. Rogier, uw opmerkingen zijn beantwoord. Oké, verder geen handjes meer dan. Dank u, Schepenkeunen, voor deze toelichting. Dan gaan we naar ons volgende punt op de agenda. Punt 3. De Kasteelstraat komt weer eens voorbij. Toelichting door Koen. Ja, oké. We hebben het vorige maand nog gehad over de Kasteelstraat in deze commissie. Over het instellen van de zone 30 was er toen geen discussie. Andere zaken waren nog niet uitgewerkt. Om het dossier nog eens kort samen te vatten. Er was een proefopstelling voor het parkeren in de Kasteelstraat. Dit werd mits een paar aanpassingen positief geëvalueerd.
en aan de gemeenteraad voorgelegd. Op de gemeenteraad is dit dossier dan uitgesteld geweest. In het bijzonder, omwille van parkeren in het bovenste gedeelte van de Kasteelstraat. De reden was omdat er gezegd werd dat er te weinig parkeerplaatsen zijn, er nog veel te snel gereden werd en dat er te weinig antwoorden uit dit gedeelte van de straat kwamen, die dan voornamelijk nog negatief waren. Het idee was toen, als we iets konden doen aan de snelheid en de hoeveelheid verkeer er meer in draagkracht zou zijn voor de maatregelen in dit gedeelte van de straat. Naast dit dossier zitten we ook nog met de gewenste proefopstellingen voor het parkeren in Den Dreef, de Kleemstraat, de Isidor-Denweestraat en de Borrelijnen. En om het parkeren hier te optimaliseren, werd er naast de inplanting van de garages gekeken of we iets konden doen aan de rijrichtingen. Want in een eenrichtingsstraat kan je het parkeren anders organiseren dan als er tweerichtingsverkeer is. En ook hier weer aan het sluitverkeer. We komen nu nog even terug op de oorzaak van de problemen met het sluitverkeer. Namelijk, er zijn 4 in- en uitgangen in Essenbeek. En die zorgen voor een relatief aantrekkelijk alternatief voor het aanschuiven op de Nijmeegse Steenweg. Voor de files op de N203A. In plaats van aan de Nijmeegse Steenweg te rijden, rijdt men dan de Halleweg in. Ook om de route waarom de Nijmeegse Steenweg kort te sluiten en het aanschuiven aan de Nijmeegse Steenweg hier te verminderen, durft men nogal eens de kortere weg nemen via de Kasteelstraat. Dus en dan kom ik terug op die eenrichtingsverkeer in de Debbeleestraat en de Dreef. Als we daar gewoon inrichtingsverkeer gaan inmaken, kan het zijn dat we het sluipen nog veel aantrekkelijker maken. Om de hoeveelheid voertuigen te verminderen, met andere woorden, om het sluipverkeer hier te weren, werden verschillende circulatiemaatregelen onderzocht, met eenrichtingsstraten, kruispuntaanpassingen en dergelijke. Hebben we gekeken wat er van de gevolgen waren voor het verkeer in Essenbeek. Dus u kan hier zien dat er een aantal alternatieven onderzocht werden. Maar van de tot nu toe onderzochte alternatieven is er geen enkele die een afdoende oplossing biedt, met uitzondering van misschien een richtingsverkeer in de Halleweg, toegelaten richting van Essenbeek Centrum, richting N203A, en een richting in de Kasteelstraat uit laten rijden met dan een verplicht rechts aan de Warande. Maar alle andere zorgen ervoor dat Essenbeekenaars serieus gaan moeten rondrijden om naar hun eigen woning te gaan, dat ze 6 straten moeten omrijden om hun woning te bereiken en dit om het sluitverkeer te leren, maar dat kan dus ook niet echt de bedoeling zijn. En dan komen we op het laatste alternatief en dat is de oplossing met de ANPR die dan weer naar boven komt, namelijk een camera die kijkt of je wel of niet voorbij het punt van de camera mag rijden. Als we bijvoorbeeld, en ik wil misschien even naar de volgende dia gaan, als we aan de Kasteelstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Warande, een camera plaatsen, en we laten hier enkele mensen toe die in het gebied tussen de Nijmeegse Steenweg, de N203A, A8, de auto's nodig en de Warande wonen, dus eigenlijk in het kerngebied van Essenbeek, dan werden we eigenlijk al het sluitverkeer. We moeten dan wel door de eerste straat knippen met uitzondering van de bussen, maar dat moeten we ook eens bekijken of dat we dat kunnen doen. Dus de hoeveelheid verkeer zou hier dan minderen en het doorgaand verkeer zou op de straten blijven die hiervoor beter geschikt zijn. Ik denk dan aan de Warande en de Nijmeegse Steenweg. Ik ga nu niet zeggen dat de mensen van Essenbeek niet te snel rijden in Essenbeek, maar over het algemeen stel ik toch vast dat het vooral sluitverkeer is dat te snel rijdt. Dus als het niet plaatsgebonden verkeer hier geweerd wordt, dan zal dat ook zijn invloed hebben op de snelheid. Om af te ronden, als we het principe van de
ANPR, als dat weerhouden wordt, kan er en dat op relatief korte termijn kan geïmplementeerd worden, dan kunnen we het parkeerverhaal terug loskoppelen van die circulatie. Dat betekent dan dat we de proefopstelling Kasteelstraat terug naar de gemeenteraad kunnen brengen, dat er in andere straten die proefopstelling kan opgestart worden en dat de administratie dan verder kan met het dossier van die ANPR. Nu, optie is zeker geen klein dossier. We moeten duidelijk een inschatting maken wat de gevolgen zijn voor de andere wijken. Want we creëren hier dan immers een belangrijk precedent. Als we hier al het sluipverkeer weer weghouden door die ANPR-camera, gaan andere wijken dat ook vragen. De modaliteiten die moeten ook nog bepaald worden. Wie komt in aanmerking? Dat moet relatief goed gaan, gezien de duidelijke afbakening. We moeten een whitelist opstellen. Als we weten dat er toch veel meer dan 500 woningen in dit gebied zijn, kan er een groot aantal mensen in aanmerking komen voor op die whitelist te komen. Dat betekent ook dat we wekelijks die lijst gaan moeten aanpassen. Die overtredingen die vastgesteld worden, dat moet allemaal verwerkt worden. Dat vraagt toch wel heel wat energie om dit te implementeren en bij te houden. Wordt vervolgd dus. Oké, Koen, dank u voor uw toelichting. En ik zie het eerste handje komen. Mevrouw Lanis, u hebt op aanmerkingen of vragen? Ja, ik heb wel een duidelijke vraag. Ik zit hier met het punt dat op de gemeenteraad gaat komen. Begrijp ik Koen goed dat hij bedoelt dat het punt nog niet op de gemeenteraad gaat komen? Dat men eerst gaat de mogelijkheid van die APR-toestellen uitproberen. Zo heb ik toch begrepen. Dat het tot mij op de gemeenteraad zal komen. Besproken worden. Dus niet op de gemeenteraad. Dus het komt niet op de gemeenteraad van april. Ja. En er gaan eerst aanpassingen zijn, dus zoals het staat hier in de tekst die wij hebben, zo wordt het niet uitgevoerd. Dat heb ik ook natuurlijk niet gezegd. Ja, maar we gaan eens kijken wat de gevolgen zijn van die ANPR-camera's, mogelijke ANPR-camera's. Voordat u echt gaat beslissen of dat de opstelling die momenteel, laten we zeggen voorlopig in de Kasteelstraat is, ja, dat die definitief wordt gemaakt. Ja. Voor alle duidelijkheid, ik beslis niet, jullie beslissen het. Ja, of de bevolking, de mensen die daar wonen, ja, zou het logisch zijn dat die toch ook een stem hebben, zeker? Ja. Oké, dank u mevrouw Lanis. Is hier verder geen handjes meer? Dank u Koen voor de toelichting en het antwoord op de vraag. En we kunnen verder naar punt 4. Ook weer Koen, u mag aan het woord blijven. Ja, de gemeente, het gaat nu over de Nijmeegse Steenweg, de parkeerregeling. De gemeenteraad heeft dit besluit al eens gestemd. De hogere overheid, de Vlaamse overheid, heeft dit afgekeurd wegens onder andere onvolledige verwijzingen naar de van toepassing zijnde wetgeving. Wat in deze voor hun belangrijk is, omdat de wetgeving waar net staat dat wij de signalisatie in verband met het parkeren moeten betalen, niet opgenomen is. Dat wij moeten betalen en niet zij. En er zat ook nog een fout in de signalisatie voor de parkeerplaats voor personen met een handicap. Deze fout werd rechtgezet en het ANPR en het aanvullingspolitiereglement wordt terug ter goedkeuring voorgelegd. Dank u, Koen, voor uw toelichting. Ik zie geen handje. Ah, toch nog een handje. Mevrouw Lanis. Ja, natuurlijk. Ik heb bij de tekst hier met de borden, want inderdaad, het is al op de gemeenteraad geweest, is er wel één bord dat ik niet goed begrijp, dat men aan het kruispunt met de 203, dat men daar een bord E9B, dus parkeren, gaat plaatsen. E1 moet dat zijn. Dus. Oké, dan is het goed. Ja, bedankt. Ja. Oké, dus... Opgeklaard, ja, en uitgeklaard. Koen, ik zie dat het volgende punt ook nog voor u is, de Bussenberg. Oké. Gerust verder. De
Mussenberg is een klein straatje tussen het kerkhof van Klabbeek en de Boslaan. Op deze straat zit vooral s'morgens heel wat sluipverkeer. De stad Tubize heeft in dit dossier een initiatief genomen. Ze hebben ons gecontacteerd en gevraagd om hier eenrichtingsverkeer in te voeren. Om dat sluipverkeer eruit te halen. Op zich is hier zeker geen bezwaar tegen. Als we dan naar de volgende dia gaan, dan zien we dat de toegelaten rijrichting zal zijn vanuit Lembeek richting Klabbeek, wat dat op zich logisch is, omdat we zo het verkeer van de ochtendspits, dat vooral vanuit Klabbeek richting Lembeek rijdt, onmogelijk gemaakt wordt. En het heeft het bijkomend voordeel dat het pleintje voor het kerkhof van Klabbeek dan kan dienen als draaipunt. Mensen die vanuit Klabbeek met de wagen naar Brussel kunnen, zullen dit nog kunnen. Zij zullen wel moeten rondrijden via het centrum van Klabbeek of zullen die naar Castel Braco moeten gaan en daar de auto snelweg nemen. Ik wil wel nog meegeven dat deze maatregel ook positieve effecten zal hebben verder in Lembeek. Dit straatje maakt dus deel uit van een sluiproute. Als we het verkeer hieruit halen, zullen die ook verder in Lembeek en de alle niet gaan rijden. Oké, dank u wel Koen voor de toelichting. Ik zie dat er nog een punt is voor u, punt 6. Ja. En ik zie geen handjes, dus we kunnen doorgaan naar punt 6. Koen, het is nog eens aan u. Oké, de waranda, parkeerverbod. Iedereen die vanuit een eigen systeem heeft de waranda al is ingereden, heeft het al opgemerkt. Men parkeert in de richting naar de Nijmeegse Steenweg toe, tot vlak voor de plateau. De wagens die richting Nijmeegse Steenweg rijden voorbij deze wagens en blokkeert eigenlijk de doorrit van de mensen die van de Nijmeegse Steenweg richting het dorp rijden. Om dit te verhinderen wordt er over een bijkomende afstand van een beperkte afstand van een tweetal wagens een parkeerverbod ingesteld. Eigenlijk tussen de voetweg die daar is en de plateau. Op de plateau mag je per definitie niet parkeren. Lijkt mij duidelijk. Ik zie het handje van mevrouw Lanis. Ja, mijn vraag is, gaat u dat gewoon aanduiden met een bord, een verkeersbord, ja. Of gaat u daar effectief een lijn trekken? Ik denk dat het voorzien was met T9B. Want ik vrees dat men, als men daar geen controle uitoefent, dat dat alle dagen gewoon gaat genegeerd worden. Aangezien het mensen zijn uit de buurt die het daar veelal staan, zal het totaal de politie een paar keer gaan controleren is om het af te dwingen. Als ze, ze weten dat de politie effectief controleert, zal men er niet blijven parkeren. En als men hoort heeft dat politie boetes gegeven heeft, zal het wel voortgaan in de buurt en dan een parkeer van je parkeren. Ja, dat zal nodig zijn en bij herhaling. En dat was ook mijn vraag nog daar straks bij de Nijverse Steenweg. Wordt daar werk gemaakt van beboeting nu dat de verkeerssignalisatie in orde is? Ja. Wel, als ik daar nog even mag op antwoorden, ik denk dat het daar ook heel belangrijk is dat we die beleiding gaan aanbrengen. En die beleiding zal pas aangebracht worden nadat jullie dit reglement van de Nederlandse steden opnieuw goedgekeurd hebben. Oké. Dank u, Koen, voor deze toelichtingen. Niemand nog vragen? Mevrouw Lanis, u hebt voldoende antwoord gekregen? Voor het ogenblik, ja. Oké. Dan kunnen wij door naar het volgende punt. Zorg parkeren. We krijgen toelichting door Schepen Merks. Schepen Merks? Ja, goedenavond. Het is dus een initiatief van de stad Halle. Een inwoner van Halle biedt aan zorgverstrekkers tijdens het uitvoeren van de zorg kosteloos de parkeerplaats op de openbare weg aan ter hoogte van zijn inrit of garage. De zorgverstrekking gebeurt niet noodzakelijk op de locatie van de inrit of de garage. De aanbieder die kleeft de parkeer- en zorgsticker zichtbaar ter hoogte van de deelnemende inrit of garage, is huurder of eigenaar van de inrit
of garage. Stelt de plaats kosteloos ter beschikking van de deelnemende zorgverlener van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 18 uur. Gedurende de duur van de zorg met maximaal 90 minuten. De zorgverstrekking gebeurt niet noodzakelijk op de locatie van de inrit en de garage, zoals ik daar straks ook al zei. De gebruiker, dat zijn dus de zorgverstrekkers met RISIP-nummer, VESTA-nummer of te werk gesteld in een erkend thuiszorgdienst, bijvoorbeeld huisartsen, verpleegkundigen, verzorgende, kinesisten, plaatst de parkeer- en zorgkaart met geldig mobiel telefoonnummer zichtbaar achter de voorruit van de wagen met een parkeerschijf waar de start van de parkeerduur wordt aangegeven. Enkel gedurende de tijd van de zorg met maximum 90 minuten. En verplaatst een voertuig zo spoedig mogelijk wanneer de aanbieder daarom verzoekt. Wat de toekomst betreft, ook Beersel en Sint-Pietersleeuw heeft het respectievelijk op hun colleges ook al goedgekeurd. Dus we gaan met de twee gemeenten en de stad eigenlijk hetzelfde beogen. Gaan wij daar heel veel plaatsen? Wij weten van bijvoorbeeld Aalst, daar zijn er momenteel, een paar maanden geleden, waren er daar een dertigtal plaatsen. Dus ja, wat dat, zoals Piet ook al zei, ik heb ook geen glazen bol, hoeveel mensen die zich daarop gaan inschrijven. Maar wij hopen toch dat het... dat er sommigen zijn die dat wel, en vooral mensen dan die zelf zorg nodig hebben. Tot zover mijn voorstelling. Dank u, Schepen-Merks. Ik zie dat er ondertussen drie handjes zijn gekomen. De eerste was Sven Pletings. Collega Pletings, het is aan u. Ja, goedenavond iedereen. Ik snap niet goed waarom dit wordt ingevoerd een tijdje nadat er eigenlijk een betalende zorgkaart is ingevoerd. Hè. Eigenlijk heeft 95% van de zorgverleners al zo'n zorgkaart moeten aanschaffen. Hè. U weet dat ik daar geen voorstander van was. Dus ik vind dat behoorlijk jammer. Maar wat ik eigenlijk specifiek wat vragen is, de duurtijd van het parkeren is mij totaal niet duidelijk, want de Schepen spreekt nu over maximum 90 minuten. Zorgverlening kan soms veel langer duren. Hè. Thuiszorg kan soms veel langer duren dan die 90 minuten. Het reglement spreekt eigenlijk ook van een ander tijdstip. En ik zal het even voorlezen. Langer te parkeren dan... Dus het is ten allen tijde verboden door de gebruiker langer te parkeren dan de voorziene termijn of langer dan de zorg duurt. Dus eigenlijk kan het langer duren dan die 90 minuten. Want wat is het nu? Is het wat het reglement zegt of wat de Schepen hier net heeft voorgesteld? En dan wou ik ook even vragen hoe dat specifiek in zijn werk zal gaan met de controle daarop. Als er als het parkeerbedrijf dat de concessie nu heeft een controle uitvoert, hoe zullen zij dan specifiek weten dat daar geen boete moet gegeven worden? Gaat men kijken naar die sticker of hoe werkt dat precies? Ja, Sven, het feit dat we dat hier nu invoeren, gaat dat een mirakeloplossing zijn? Nee. Maar het feit dat ook Beersel en Sint-Pietersleeuw er mee op intekenen, dat betekent toch... En in verschillende gemeenten, we hebben dat overgenomen, we hebben het zelf het warm water niet uitgevonden. En die 90 minuten is toch wel, ja, als je een dokter op bezoek krijgt of een verpleger, 90 minuten is toch een uur en een half, dat is toch wel zeer lang. Hè? Als je binnen die 90 minuten niet kunt verzorgd worden, ik denk, wij hebben dat overgenomen, bijvoorbeeld van de stad Aalst. En natuurlijk gaat dat gecontroleerd worden, maar die afspraken zijn al gemaakt met het parkeerbedrijf. Sven, dat is een antwoord op uw vraag? Nee, niet echt. Hè. Dus ik weet eigenlijk nog niet, wat is nu de geldende regel? Is het reglement die dus spreekt van de voorziene termijn of langer dan de zorg duurt? Of is het maximaal 90 minuten? Maximaal 90 minuten. En waarom staat dat niet in het reglement? Dan moeten we nog eens nakijken. Oké. En hoe werkt de controle nu specifiek? Want u zegt afspraken met het parkeerbedrijf, maar hoe,
Ja, gaan zij dan letten op die sticker die er is? Of? In een parkeerschijf, hè. Sven, je moet een parkeerschijf zetten. Bij het begin, bij de aanvang, als je je parkeert, zet je je schijf en 90 minuten... Ja, dus ze kunnen die parkeerschijf controleren natuurlijk. Oké. Oké, ja. Ik heb nog een aantal extra handjes. Mevrouw Lanes was de volgende in de rij. Ja, waarom heeft men niet aan gedacht van die periode? Men zet van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. Had men niet meer kandidaten kunnen vinden? Of kan men niet meer kandidaten vinden als men bijvoorbeeld van maandag tot vrijdag zou zetten? Want dan zouden de mensen die gewoon gaan werken misschien ook bereid zijn van bepaalde hun parkeerplaats aan te bieden. En 9 tot 18 uur lijkt mij ook iets... lang, als daar iets korter wordt, eventueel tot 17 uur, dat zou misschien toch meerdere mensen kandidaat stellen. Ja, Nelly, we gaan dat evalueren. Hè. Dat ligt nu voor. Maar als wij zien dat er tijdens andere uren ook nog nood is, dan kunnen we dat altijd aanpassen. Hè. Dat is niet het grote probleem, hè, denk ik. Ja. Hadden we eerst 24 op 24... gezet. We hebben dat al aangepast, omdat we anders denken dat we geen mensen gaan bereid vinden om 24 uur of 24 hun parkeerplaats of hun inrit aan te bieden. Daarom hebben we dat beperkt, omdat de mensen dan normaal zijn gaan werken en dat ze dan vaak nog niet thuis zijn en dat het voor hen dan ook minder een probleem is om hun of hun inrit of hun parkeerplaats af te staan. Oké. Hedwig van Rossum, ook zijn handje opgestoken. Zeg je het maar, meneer Van Rossum. Nou, de opmerking als mevrouw Laan is over zaterdag, dus het is al besproken. Oké. Dan gaan we naar de volgende. Schepen van de Broeke, uw handje staat omhoog. Ja, dank u wel. Ik was zo beleefd om niet te interveneren, want ik wou eigenlijk een beetje extra duiding geven bij de vragen van collega Pletings. Ten eerste is het zo, maar Christophe heeft dat zelf ook gezegd, dat het in hele politiezone zal worden ingevoerd, wat uiteraard een goede zaak is. Want, voor alle duidelijkheid, als jij geparkeerd staat voor iemand zijn garagepoort, dan is het niet de parkeerwachter die een boete uitschrijft. Die schrijven trouwens geen boetes, maar retributies uit. Maar is het wel de politie die moet handhaven. En dan kom je inderdaad, Sven, het klopt dat daar letterlijk staat in de nota, hè, bij voorkeur is dat 90 minuten ook in de lijn met het zorgabonnement. En dan het antwoord op de vraag, ja, waarom zijn die twee dagen gecombineerd? Omdat, en dat staat ook wel duidelijk in de beweegreden, dat vooral in de binnenstad, echt het centrum, dat het soms geen evidentie is om een vrije parkeerplaats te zoeken. Als je dan ook nog wat materiaal moet meesleuren, ja, dan sta je liever toch ook wel wat dichterbij dan verderop. Dus daar kan dat zeker een aanvullende meerwaarde zijn. Ik heb het gevoel dat ik nog iets had waar ik moest naar verwijzen en ik ben het eventjes kwijt. Dus het is de politie die toezicht doet, niet het parkeerbedrijf. Het is een aanvulling op en het is natuurlijk... een gegeven... nu ben ik het weer mee. Dat vraag van die 90 minuten... Sven, je hebt gelijk, hè. Niet elke zorg kan binnen de 90 minuten gebeuren, maar je kan daar ook op basis van de auto en op basis van de informatie die je daar hebt op die kaart, kan dat natuurlijk ook wel verduidelijkend werken. Hè. Bijvoorbeeld als het gaat over zorgverstrekking van mensen in precaire situaties thuis te gaan begeleiden of gehandicaptenzorg, dan is dat meestal voor een aantal uren. Maar gaat het over thuisverpleging, ja, dan is het wel duidelijk dat die een limiet daarop staat. Je hebt ook duidelijk kunnen zien in de nota dat de bedoeling is dat er op tijd en stond wel eens wordt geëvalueerd en dat het natuurlijk ook mogelijk moet zijn om waar nodig bijsturingen te gaan doen. Zo denk ik dat ik toch een beetje op die opmerkingen van daarjuist kunnen capteren heb. Oké, dank u, Schepen van den Broeke. Ik zag ook nog het handje van Bertrand. Bertrand, wilt jij nog iets toevoegen of heb je ook nog een vraag? Ondertussen is alles beantwoord geweest, dank u, voorzitter. Oké, graag gedaan. En Sven, de toelichting van Schepen van den Broeke heeft een en ander verduidelijkt?
Niet echt, hè. Het is nu 90 minuten, maar in sommige gevallen wel en in sommige gevallen niet. En afhankelijk van de zorg en dan weer wel en dan weer niet. Ik denk persoonlijk dat het reglement daar iets concreter in moet worden. Want ja, ik vind dat dat open staat voor verschillende interpretaties. Ja, afhankelijk van de zorg die wordt verleend, inderdaad. Mijn zus is thuisverpleegkundige, die heeft 12 minuten klok per patiënt. Iemand die, ja, zoals ik zei, de voorbeelden die ik gaf, Sven, dat die door een andere zorg, die duurt langer. Die rijden meestal met een herkenbare wagen en er staat ook wat informatie op die sticker. Dus dat kun je ook wel daaruit afwijzen. En nogmaals, ja, maar er is een heiligmakend systeem, ja, ik denk dat niet. Dat er is net gecommuniceerd dat het max 90 minuten is. En nu wordt er toch gesproken over meerdere uren. Ja, Sven, maar u hebt zelf ook al geschreven over communicatie en over wat papier staat. In het reglement staat, zoals u het voorgelezen heeft, hè, staat dat effectief erin. Hè? Dat is hier ook gecommuniceerd. Ja, de schepen heeft net iets anders gezegd, maar oké. Okay, dat is leuk dat u daar de klemtoon op legt. Erare humanum is het, Sven. Ah, dus het is een fout. Kijk, kan dat toch verduidelijkt worden? Ja, maar ik zeg hier, ik lees samen met u dat dat daar beiden in staat. En ik leg u uit hoe dat komt, omdat niet elke zorg het andere is. Je kan dat niet, als je zegt, in die 90 minuten. Hè, zoals ik zei, het is een aanvullend. Het is tweerlei een aanvullend ding. Eén, het is in buurten waar hoge parkeerdruk is, is het aanvullend. En twee, voor de mensen die met die zorgkaart zaten en die daar beperkt zijn tot die 90 minuten, kan dat dan wel een aanvullend zijn. Maar dat zijn dan diegenen die heel specifiek, dat gaat niet over elke zorgverstrekker uiteraard, die specifiek diensten verlenen waar dat je dan bijvoorbeeld meerdere uren bij bezoek bent en die worden nu vastgesteld. Dat hangt natuurlijk ook af van de inschrijvers ervan, hè, wat het resultaat zal zijn. Oké, okay, ik denk dat we het dus even moeten afwachten hoe het gaat lopen allemaal. Ik zie ook nog het handje van Valerie Hamelrijk. Valerie, u had een open of aanmerking of een vraag? Valérie, uw beeld ziet er een beetje bevroren uit en we horen u niet. Ik denk dat er een klein technisch probleempje is bij Valérie. We horen Valérie nog steeds niet. Dat was mijn hond. Ik denk dat we misschien beter even naar het volgende punt overgaan. En als Valérie zich straks nog kan melden, dan keren we misschien even terug met haar vraag of opmerking. Ons volgende punt, punt 8. Het Stedelijkplein Fonteinpark. We krijgen toelichting van Björn. Goedendag. Goedenavond iedereen. Het Stedelijkplein Fonteinplein. Het Fonteinplein maakt deel uit van de watersneeltuin die voorzien is. De watersneeltuin was een van de oproep die deze stad en de watersneeltuin was een van de grenzen van de ouders. Is de jarenplanning van de lucht van 300.000 euro voorzien. En als locatie wordt er voorgesteld, is alles over voor Nederen, de grachtoren naast het halen. Die is in de volgende stad. Dat is iedereen. Het gaat dan over de grachtzone tussen het zwembad en de groene dreef. Laten we naar de volgende slide meteen gaan. De waterspeeltuin zelf die bestaat eigenlijk uit twee fasen. Er is enerzijds een zone voor waterspeeltoestellen. Daar zijn ook al meteen geraamde budgetten aan gekoppeld. Dus die waterspeeltoestellen 90.000,
plaatsen van een regenwatergoed en alle werken daar rond 10.000. En de timing voor uitvoering is juni 2021, dat kinderen toch in de zomer kunnen genieten van een deel van de waterspeeltuin. De tweede fase, en dat is nu het verschil dat erop staat, dat is die zone voor het fonteinpark met een lichtweide voor de volwassenen die meegaan. Die dan daar kunnen een beetje relaxen. Het fonteinpark zelf aan die lichtweide is voorzien voor €180.000 maximaal, omdat er ook nog niets voorzien is, zoals een waterleiding, elektriciteit, internet moet voorzien worden. De timing daar is najaar van dit jaar. Het verschil in die timing is de speeltoestellen zelf, qua productie, is dat 6 tot 8 weken een fonteinenplein daar gaat snel een tiental maanden voor. Als je dan terug het vastpleintje wat voor de geest haalt, dus links is dan het zwembad, de bedoeling is om de zone tegen het zwembad te gaan inlichten als het fonteinpark met lichtweide en geen lichtlieden. En dan de rechterzijde is voorzien voor die waterspeeltoestellen. Dan gaan we het meteen door. Ja. Om nog even het volledige luik te bespreken. Dus die waterspeeltoestellen, waaruit al bestaat, dat bestaat uit van die waterpompen met watergootjes, sluisjes en dergelijke. Hier is zelf. We hebben eigenlijk voor het hele project gekeken wat we met duurzame en ecologische manieren om te gaan werken, gezien dat hier geen natuurlijk water is. De bedoeling is voor de waterspeeltoestellen dat een deel van het regenwater dat valt op het stedelijk plein, op het bovenste deel, dat dat wordt opgevangen. Dat wordt nu opgevangen in de accodrij en de accodrij wordt afgekoppeld en het water stroomt in een regenwaterput. En gaat dan via die pompen en alle speeltoestellen naar het laagste gedeelte om dan via de klok te kieken en daar terug in regenwater te komen. Dus vandaar het circulaire systeem om toch te garanderen dat er altijd water is. Het bestek hiervoor is wel volledig geweest in februari en is vorige week al begin de realisatie is wel geweest in juni. Dit is het ontwerp voor die watersteeltoestellen. Dat is ook belangrijk omdat, even uitleggen, dus hier daar helemaal links heb je die grijze blokjes, dat zijn die waterpompen. Gaat via kanalen en gootjes naar het rechte gedeelte, dus die stenen, wat eigenlijk een ondiepe plasrivier zal vormen. Dit zal ook meegestuurd worden met het bestek, omdat de bedoeling is dat alles een geheel gaat vormen en dat een fonteinplein daar verder op gaat bouwen. Mag naar de volgende slide. Dit is gewoon een inplanting van hoe dat die waterspeeltoestellen al van bovenaf zullen uitzien en dan het bovenste gedeelte dan samen met het typische randje nog moet de zone voor de water, voor het fonteinpark. Het fonteinpark zelf, volgende slide alsjeblieft. Dus het is een design en een beeld. Dus in het lastenboek zelf is er een nood aan toegevoegd waar dat met een minimumvereiste waar dat het fonteinpark aan moet voldoen. Maar de inschrijvers zijn vrij om het helemaal te gaan ontwikkelen en met welke frequenties en dergelijke. Daar zijn ze helemaal vrij. Vandaar ook de vergunningscriteria. Dus op het ontwerp staat de meeste puntjes niet in geheel vormen met de omliggende omgeving. Maar ook met het breedgevinde ontwerp voor de waterspeeltoestellen. De inschrijver mag eventueel ook een deel van het hele plein innemen of in het hele plein zelf al een aantal fonteinen verwerken, zodat dat toch een bepaalde aantrekkingskracht is, omdat het fonteinplein zichtbaar is vanop de rotonde en van aan de voorkant van het zwembad.
De bedoeling is die maximale waterbeleving. De techniek die daar ook bij wil, is ook de bedoeling dat het niet de hele tijd aanstaat op een pijnpark, maar dus dat er een activatie is door middel van een sensor, knop, pedaal, daar bij in. De duurzaamheid heb ik daar straks al aangehaald en dan zie je dus op het kaartje. Dus de rode zone is de zone die afwater in een aquadrain dat richting de regenwater, dus voor de waterstelsel leidt. En de bedoeling is dat de inschrijver ook gaat nagaan om dus heel die blauwe zone, die water af in die zwarte lijn, dat is die aquadrain dat door het hele pijn loopt, om die te gaan afkoppelen. En afleiden naar dus in het reservoir voor de fonteinen. Om toch zo niet alleen maar met leidingwater te moeten werken. Natuurlijk, er moet een waterleiding voorzien zijn. Stel dat er te weinig water valt in de zomer en dat reservoir raakt leeg, moet er een alarmsignaal komen in het systeem en moet er een injectie zijn van leidingwater, om te voorkomen dat die pompen en dan ook dat integrale toegankelijkheid. Het moet naadloos aansluiten bij het plein, maar ook bij het onderpad van die speelpompen. Dus dat inderdaad mensen met moeilijke been zijn en hoog zitten, dat die toch volledig gebruik kunnen maken en kunnen genieten van het fontein. Oké, dank u voor de toelichting, Björn. Moet gezegd zijn dat uw internetverbinding misschien niet helemaal zo goed was. Het geluid was niet 100%, maar we hebben het waarschijnlijk wel allemaal begrepen. Ik zie ondertussen ook weer een handje, het handje van Sven Pletings. Sven, het is aan u. Ja, ik heb eigenlijk twee puntjes dat ik even zou willen aanhalen. Het eerste is eigenlijk, wat is de ondergrond van die waterspeelfontein of waterpark? Want we zien hier dat een van de meest verharde pleinen eigenlijk van Halle, dat daar de beperkte hoeveelheid oppervlakte die niet verhard was, nog eens voor 50% of meer zal verhard worden. En voor een college dat of een meerderheid dat toch wilt inzetten op ontharding, gaat men nu nog extra verharding gaan toepassen. Dat lijkt mij een beetje onlogisch. En dan mijn tweede vraag is, kan u mij een idee geven over het waterverbruik van het jaarlijkse waterverbruik waar we hier over spreken? Want ik kan mij inbeelden dat we hier toch niet echt spaarzaam zullen omgaan met water. Hè? Dus er zal toch een deel gerecupereerd worden, uiteraard. Maar wat is ongeveer het globale waterverbruik per jaar van zo'n installatie? Het eerste jaar, qua ondergrond, de zonverharding dat men gebruikt, maar dat is maar beperkt, dat is de zone, dus dat is puister. En dan afhankelijk van de wind en de hoogte van een fontein, moet men natuurlijk een deel gaan verharden met van een bootje voor het, dat is de overspringzone, dat is in de, voor het water van de fontein te kunnen gaan opvangen en terug naar de reservoir leiden. Dus een deel zal wel inderdaad moeten verhard worden, maar samen met het regionaal landschap zijn wij ook nog aan het kijken om in functie van het landschapspark en de snelweg om eventueel een aantal kleinere stukken in het hele plein, dus dat zijn nu grote blauwe kringen, om een aantal daarvan te gaan uitnemen en die te gaan ontharden. Maar natuurlijk, het steekje wat daarin staat, is het al speelt, dus het verhaalt worden. Natuurlijk is men ook vrij te kiezen in die verharding. Dus je ook gaan voor de rubber of de rubber. Maar natuurlijk, en dan de tweede vraag was qua verbruik. Dat ben ik vergeten te zeggen in mijn presentatie.
ik heb momenteel geen zicht op wat het verbruik is, maar dat is iets wat de aannemer of de inschrijver zelf moet meedelen op basis van zijn installatie. Want ja, het maximaal bedrag is 180.000 euro. Dat is niet dat is afhankelijk van, neemt hij 20 pompen, 20 fonteinen, neemt hij 30. Dat is een beetje afhankelijk van zijn ontwerp. Maar hij moet wel een kostenraming meedelen in zijn ontwerp. Met het verbruik en de jaarlijkse onderhoud van dergelijke. Daar zitten ook allerlei alarmen in. Natuurlijk ook bepaalde chemische middelen tegen legionella of dergelijke, omdat bij een fontein uw water verstuift en kunt u gaan inhalen. Dus die kosten allemaal moeten in de offerte vervat worden. Dus dat is een beetje afhankelijk van het natuurlijk. Nu hebben we daar geen idee. Maar die duurzaamheidstechnologie, die technieken, daar slaan we die 25 punten op. En dat wordt daarin geëvalueerd. Dank u wel, meneer Oké, Björn, dank u voor deze verdere toelichting. Ik denk ook dat Schepen-Keunen nog iets wil toevoegen. Hij heeft al een handje opgestoken. Ja, Björn heeft al een groot deel gezegd, hè, dus het staat hier ook nog. Hè, dus de duurzaamheid, ecologie is toch ook wel een belangrijk punt. En we gaan ook moeten zien wat het verbruik en onderhoud gaan mee in die offerte moeten komen. Nu, hij heeft ook al gezegd dat we nog kijken waar we kunnen nog ontharden. Het hangt eigenlijk ook om met heel de ontwikkeling van de omgeving. Dus daar moet toch wel rekening mee gehouden worden. En deels verharding is ook natuurlijk noodzakelijk in functie van de toegankelijkheid. Omdat we willen dat de waterspeelplein ook toegankelijk is voor bijvoorbeeld met een rolstoel en dergelijke. Dus vandaar dat dat toch wel noodzakelijk is. En iedereen weet ook wel dat er een grote nood is aan verkoeling, verfrissing. En als ik mij niet vergis, gingen we ook nog kijken voor de aanplant van een boom en dergelijke, die toch wel ook voor die verkoeling kan zorgen. Dus dat wordt zeker nog meegenomen. Maar hier gaat het dus effectief rond de fontein zelf. Oké, dank u voor de toelichting, Schepen-Keunen. Ik zie dat Sven zijn handje weer heeft opgestoken. Sven, komt u maar. Ja, verkoeling, verfrissing. Hè. Er staat een zwembad vlak naast. Kan misschien gewoon gebruik maken van de faciliteiten die er al zijn. Maar ik wou ook nog een vraag stellen. Björn heeft het daarnet al aangehaald. Legionella, hoe dat nu effectief zal bestreden worden. Men zal dan heel het volume water dat daar gebruikt wordt minstens een bepaalde tijd op 70 graden Celsius moeten verwarmen. Ja, dat is allemaal niet zo goedkoop en dergelijke. Of gaat men bepaalde chemicaliën toepassen? Dat is dan ook weer een bepaalde kost die gedragen zal moeten worden. Hoe zien jullie dat? Of is dat ook iets dat de aannemer zelf moet naar voren brengen? Björn, daar kunt jij op antwoorden. Dat is iets wat de aannemer helemaal zelf moet uitwerken. Maar bijvoorbeeld in bijgenomen, dus tegen de legionella en dergelijke. Dus elke dag moeten die leidingen gedurende 1 minuut automatisch gevoeld worden, 10 minuten voor de aanvangstijd, dat water dat stilstaat in die leidingen, verleidend en doorgespoeld. Dus dat is ook een functie van legionella en dergelijke. Maar daar zijn inderdaad chemicaliën aan verbonden, maar wij vragen ook aan de inschrijver dat hij dus een het einde en zo finaal wordt, dat moet eigenlijk in die 180.000 euro zitten. Ook daarbij zitten opleidingen voor onze eigen mensen, dat wij niet altijd te raden moeten gaan bij een firma, maar dat zij, als er een klein probleem is, dat wij ook kunnen dat helpen. Oké, Sven, dat beantwoordt uw vraag. Ik zie uw handje nog. Nog een vraag?
Ja, nog één kleine vraag, maar die zal waarschijnlijk wel in het gunningsdossier zelf staan, maar ik had het niet direct gevonden. Wat omvat duurzaamheid eigenlijk? Welke zaken nemen we mee in rekening om te spreken van een duurzaam fonteinplein? Dat is enerzijds het hergebruik van het regenwater, waardoor dat er geleidingwater is. Het hele plein zelf, wat ze kunnen afkoppelen van oppervlakte, is zeer groot. Ik weet niet hoeveel liter op jaarbasis het is, dat is wel gespeeld. Dus dat enerzijds. En anderzijds, de duurzaamheid is ook gaan kijken naar de kwaliteit van de installatie zelf. Naar de materialen gaan gebruiken, dus om te zorgen dat die installatie ruime tijd meegaat en dat we niet na 5 jaar ergens gebroken hebben en dus opnieuw dus die dat zijn vooral die twee zaken. Oké, Sven. U hebt voldoende antwoord. Oké, ik zie het. Ja. Dirk van Heijnbeek heeft zijn handje nog opgestoken op de valreep. Dirk. Ik heb nog een vraagje. Dus wie doet het onderhoud van die toestellen? Wordt daar een onderhoudscontract voor voorzien? Want ik denk dat toch allemaal wel eens moet gekuist en gereinigd worden. Als je daar een boom gaat naast zetten, gaan daar geen blaren zijn die alles gaat verstoppen. Hoe gaat je dat eigenlijk allemaal controleren dat blijft werken? Stel je voor dat dat na 1 week al mankementen heeft. Wie gaat het dan repareren? Wie gaat het onderhoud doen? Is dat voor de stad? Is dat voor een aannemer? Wordt daar een aparte firma voor geregeld? Dat zou ik toch graag eens willen weten. En wat gaat dat allemaal eventueel nog eens extra bijkosten? Oké, Bjorn? Ja, dus er is een waarborg sowieso van 2 jaar. Dus dat is sowieso al. Die firma die moet wat bijvoorbeeld, stel dat er een defect is. Wij vragen sowieso verschillende alarmsystemen dat er moeten opstaan. Dat ook via een zelfcontrole moet werken. Maar er moet alarmen zijn als er waterinfecties in de technische ruimte, als er inspanning is. Als wordt die grond voor watervolging in het reservoir, dat die niet meer werkt, voor vuilfilters, voor uitval van pompen. Daarvoor zijn er allemaal alarmen dat in het softwarepakket van het fonteinplein moeten vervat zijn, sowieso. Dus, en op basis van het effect is het enerzijds onze eigen uitvoering doen, of anderzijds is het een firma kost. Nu, die totale kost qua onderhoud en zo, ja, dat heb ik al gezegd, daar hebben we nu geen zicht op. Maar dat is wel een van de zaken dat de inschrijver moet meedelen in zijn offerte. En waar wij ook rekening mee houden bij kunnen. Dus daar is altijd een kost van verbonden. Maar wat die kost is, dat is heel afhankelijk van het offerte. Oké, dank u wel voor de toelichting. Ik had nog wel één extra vraagje. U sprak van dat er eventueel nog stukken zouden onthard worden. Hè? Maar ik heb altijd gehoord van een bepaalde schepen dat er op beton geen bomen groeien. Hè? Want daarvoor hebben ze een gans plein eigenlijk volgezet. En nu in één keer gaan we toch bekijken of er op beton toch bomen kunnen groeien. Dus ik vraag me dan af waar dat we eigenlijk juist gaan ontharden. Want daar heb ik toch mijn twijfels over. Dat is toch wel nog een klein vraagje. Als je dat is daar helemaal vol geplamuurd en nu gaan we toch een paar stenen eruit halen om hier en daar een boomje of een plantje te zetten. Dat vind ik eigenlijk not done als we al 2 jaar worden afgescheept om te zeggen dat er niks kan groeien op een betonnen koker. Dan vraag ik mij nu af waar we dat wel gaan geraken. Zal ik even tussenkomen? Dat moet nog nagekeken worden waar dat er mogelijkheid is, waar
dat er bomen kunnen groeien. Want er klopt inderdaad, collega Dirk, dat die koker daar onder dat plein voor een gedeelte loopt. Maar met de fietssnelweg zal die, en dan moet ik naar naam zoeken, de graankaai er ook, de fietssnelweg, zal de graankaai er ook volledig anders uit gaan zien. Dus daarom hoeft dat niet bepaald onthard worden op dat plein, maar dat voetpad en die straat gaat er anders uitzien in de toekomst. Dus we kijken eerder naar die stukken naartoe. Ja, dank u wel voor de toelichting. Dank u voor de aanvulling, Schepen Servais. Als er verder geen vragen meer zijn en ik zie ook geen handjes meer, dan gaan we van ons waterspeeltuintje naar het volgende punt. Punt 9, de weg- en rioleringswerken. Saneren Kruiskensheide en afkoppelen Kriekenveld en Vredeswijk. Peter Voutmans, u geeft ons daarbij de toelichting. Ja, dus de werken zijn beëindigd een tijd geleden. Dus daarmee had men mij gevraagd om een korte toelichting te geven. Sorry, ik ben een beetje onwennig in deze situatie, dus als je vragen hebt, zelfs hoor ik het wel. De werken hadden als doel de Kruiskensheide, de Vredelaan en de Steengroefstraat te saneren op gebied van waterhuishouding. Dus een gescheiden rioolsysteem aanleggen en alles ophalen volgens de huidige normen, eisen en verwachtingen van de maatschappij, zal ik maar zeggen. Het project is een oud project, is al geïnitieerd in 2008 en ook toen opgevat volgens de toen geldende regelgeving. Dan is er in aanloop heel wat vertraging geweest omwille van grondverwerving, MER en wat is het allemaal, waardoor het project eigenlijk pas in december 2016 gegund is. Er zijn ook wijzigingen geweest op de wet van de overheidsopdrachten. Het standaardbestek 250 heeft een update gehad. En de code van goede praktijk voor aanleg van rioleringen, die bestond in 2008 eigenlijk nog niet. Die is er pas later gekomen, waardoor het studiewerk ook een paar keer is moeten herdaan worden. Ja, dan mag de volgende slide komen. Dus, en dan is de uitvoering gestart en die heeft dan ook nog de nodige vertragingen ondervonden, omdat kapvergunningen achtergebleven zijn. En daarvoor heeft de aannemer dan ook een schadevergoeding gevraagd, omwille van de verliezen die hij daardoor geleden heeft. En daar is een dading voor afgesloten met de aannemer. De voorlopige oplevering is geweest op 11 maart 2019. En de eindafrekening komt nu naar de gemeenteraad. De definitieve oplevering is voorzien in juni 2021. In het dossier loopt ook nog een afkoppelingsdossier door Faris. En dat is voorzien om voltooid te zijn in februari 2021. Dat is ook nog een gewijzigde wetgeving en gewijzigd beleid dat daarvoor gezorgd heeft dat nu pas kan of nu pas gebeurt. Maar dat is iets wat noodzakelijk is om de subsidies binnen te halen. De uitbetaling van de laatste schijf van de subsidies mogelijk te maken. Dat was mijn uitleg. Dank u, Peter. Ik hoorde dat uw kat ook wat commentaar erop had. Ja, dat is hier een zeurkat hier. Oké. Schepen, wilt u nog iets toevoegen of kunnen wij naar het volgende punt? Ik zie geen handjes, dus het zal heel duidelijk geweest zijn. Schepen, ook geen toevoeging? Oké, dan gaan we naar het volgende punt. Het structureel... Ik had nog een vraagje, sorry. Toch ik nog. Handje open. Oei, ja, ik zie hem nu. Komt u maar, Sven. Kort, ja, is het moeilijk om even te duiden hoeveel dat het project dan in zijn geheel gekost heeft, zonder de dading bij? Dus daar moet ik een grote orde geven. De exact cijfer heb ik hier niet bij de hand op dit moment. Maar dat zit, als ik het goed heb, rond 6 miljoen euro. Voor de totaliteit van de stad. Maar het grootste gedeelte daarvan is natuurlijk de lasten van Faris geweest. Oké, nu we die cijfertjes gehoord hebben, gaan we naar ons volgende punt, punt 10. Structureel onderhoud van 2021. We krijgen toelichting door Kevin.
Kevin, uw microfoon alstublieft. We hebben nog niks kunnen horen. Ja, in het structureel onderhoudsprogramma van 2021 hebben we werken voorzien op 5 locaties. Prinsenbos, de Pieter Paus Rubenslaan, de Breugelaan, de Weerstandstraat en de Lennikse Steenweg. Op de volgende slide is het eerste punt dat we bespreken, het Prinsenbos. Zoals u hopelijk kunt zien, het is niet altijd even duidelijk op die schaal, we beginnen naast de parking van de Avenir en we lopen door tot aan de Bergse Steenweg N6. De werken die we gaan uitvoeren worden besproken op de volgende slide. We vernieuwen de rijbaan, dat is inclusief verwijdering van de onderliggende kasseien. In deze straat zijn er namelijk veel problemen met de rijbaan. Ook klachten over trillingen, geluidsoverlast, allemaal een beetje eigenlijk te liggen aan deze onderliggende kasseien onder een dun laag asfalt. Dit gaan we oplossen, dit probleem. We gaan ook de goten, de boordstenen en de voetpaden zelf vernieuwen. Hetzelfde voor de rioolkolken en de rioldeksels. We gaan in deze straat ook 6 boomvakken aanleggen. Momenteel ontbreken in dit gedeelte boomvakken. De keuze van de boomsoort en de onderbeplanting hebben we gedaan op basis van feedback van onze groenambtenaren. Ik weet de exacte soorten niet meer, maar er is gekeken naar een boom bijvoorbeeld, soort dat aangepast is qua grootte aan de omgeving. Niet te veel vrucht verliest en bepaalde periodes ook niet veel snoeiwerk enzovoort. We gaan, omdat we de asfalt vernieuwen, natuurlijk ook de wegmarkering moeten vernieuwen. Iets bijkomend qua markeringen is dat we nu ook een opstelplaat voor fietsers gaan voorzien ter hoogte van de rode lichten. De volgende locatie is de Pieter Paus Rubenslaan, die is in het gehucht Breedhout. Hier gaan we de voetpaden vernieuwen aan beide kanten van de rijbaan. Volgende slide bespreken we dit. Ja, we vernieuwen de goten, de boordstenen en de voetpaden. Ook opnieuw gaan we de rioolkolken en de rioldeksels die gelegen zijn in het voetpad vernieuwen. De volgende locatie is gelegen aan de voorgaande. Dat is de Breugelaan. Hier gaan we eigenlijk identieke werken uitvoeren. We gaan opnieuw de goten, de boordstenen en de voetpaden vernieuwen. Ook de rioolkolken en de rioldeksels. Op te merken is, aan het kruispunt van de Lennikse Steenweg is er ook een fietsoversteekplaats voorzien, maar dat is te zien op de plannen. Maar dit valt eigenlijk onder deelopdracht Lennikse Steenweg, dat we hierna nog gaan bespreken. De volgende opdracht is de Weerstandstraat. Dit is in Lemwijk opnieuw. Hier gaan we voornamelijk de toplaag van de asfalt vernieuwen. Dit is exclusief de Weerstandbrug en de werkzone van de toekomstige rioleringswerken in de Heerweg. We gaan ook de goten vernieuwen. We vernieuwen tenslotte ook nog iets de verhoogde inrichting aan het kruispunt met de Gabriel Petitstraat. Dit is een verhoogde inrichting aangelegd in klinkers. Deze vertoont op verschillende locaties wat lichte verzakkingen, fundering dat uitgereden is. We gaan dat weer allemaal herstellen. En de aanlopen van deze verhoogde inrichting gaan we vernieuwen in prefab-elementen. Dat is iets duurzamer en dat gaat ook minder snel opnieuw problemen vertonen. Ook gaan we een strookje kasseien net aan het Stevense Waalplein verwijderen. In de rijbaan trekken we ietsje verder de asfalt. Die kasseien dat daar nu zitten, ja, die kunnen loskomen. Gebeurt ook nog redelijk vaak. En geven ook wat meer rolgeluid, daarom dat we liever naar asfalt zouden overgaan. En in het stukje voetpad, die kasseien zouden we vervangen door klinkers. Qua toegankelijkheid is dat toch ietsje beter. De wegmarkering opnieuw, omdat we asfalt vernieuwen, gaan we de wegmarkeringen vernieuwen. De volgende locatie is de Lennikse Steenweg. Hier gaan we werken vanaf de Groeningenstraat tot in Breedhout, waar we gaan aansluiten op een nieuw stukje fietspad dat in het verleden al een keer is aangelegd geweest, ietsje verder dan de Breugellaan. We hebben 9 plannetjes om gewoon eventjes een beeld te geven van de locatie dat we werken. We kunnen daar nu snel eigenlijk doorgaan. Hebben jullie een inzicht welke kant dat we werken? Zo, wat we doen is, exact is het bestaande fietspad in klinkers gaan we opnieuw aanleggen, vernieuwen in asfalt. Ook de fietsoversteek aan de kruispunt aan dit fietspad gaan we vernieuwen. De goot en de boordstenen worden vernieuwd. En de rioolkolken aan de kant van het fietspad, samen met de rioldeksels gelegen in het fietspad zelf. Dan... algemeen om af te sluiten, de uitvoeringstermijn van al deze werken bedragen tezamen 90 werkdagen. De aannemer zal gegund worden door toepassing van de openbare procedure.
De kosten zijn geraamd op 1 miljoen euro exclusief BTW, waarvan zo'n 800.000 euro ten laste van de stad Hallen is en zo'n 215.000 euro ten laste van Faris. Dat is allemaal de rioleringsverbonden kosten. Zo, dat was mijn uitleg. Dank u, Kevin, voor deze uitleg. Schepen, Servais, nog iets toe te voegen? Of... Als er geen vragen zijn, maar ik zie al een vraag van Mark Sluis. Ja, die zie ik ook. Mark, het is aan u. Wel, die boomvlakken in de Prinsenbos, wat denkt de buurt daarover? En wat zijn de resultaten van die bevraging geweest? Er is geen bevraging geweest, maar... Ja, dat doet dat zo maar dan. Ja. Oké. Okay. Dat is een beleidsactie eigenlijk, dat we zoveel mogelijk in structurele onderhouden moeten voorzien voor vergroeningen. Ik denk als je ingrijpende zaken doet in een straat, dat je dan wel de buurt even mocht vragen wat zij daarvan denken. Nu, collega Mark Sluis, ik denk dat mijn micro nog aanslaat. Als je op de plannen gaat kijken, die bomen die zijn niet willekeurig geplaatst. Hè. Die zijn op locaties geplaatst waar dat die niet hinderlijk zijn. En die zijn telkens geplaatst, zoals wij in andere straten doen, aan het begin en aan het einde van de parkeervakken. Om die parkeervakken duidelijk aan te duiden. We doen dat op heel ons grondgebied zo. Hè. Als u het plan van de Prinsenbos bekijkt, vroeger kon men, als men naar beneden reed, enkel alleen maar langs de rechterkant parkeren. Nu is daar ook een stukje parkeergelegenheid langs de linkerkant, halverwege de Prinsenbos. En dat is eigenlijk om die parkeervakken te beschermen, dat we die boomvakken daar geplaatst hebben. Maar ook om die snelheid dat daar op dat stuk zeker zit, naar beneden te halen. Ik blijf erbij dat je geen wegenwerken doet of bomen gaat plaatsen voor de mensen in deur, zonder de mensen daarover te bevragen, Johan. En dan tweede, Lennekse Steenweg. Waarom moet die Lennekse Steenweg sowieso van klinkers naar asfalt veranderd worden? De huidige verharding is in slechte staat. Heeft heel veel verzakkingen als we... Vragen doen ook, recent heb ik gehoord van de school in de omgeving, Don Bosco, is dat een van de klachten dat fietspad in slechte staat is. Waarom kiezen wij voor asfalt in plaats van klinkers of beton? Voor fietsers is asfalt nog altijd plezieriger om over te rijden. En beton, ja, dat kun je nog doen, maar qua nutswerk is dat ook wat moeilijker. En voor toekomstige vernieuwingen, als we hier in de toekomst een vernieuwing willen uitvoeren, dat is een laagje asfalt af en een nieuw laagje over. Dat is een van de voordelen van werken met asfalt. En dat wordt tegenwoordig steeds vaker toegepast, asfalt op fietspaden. Nu, rechtuit gezegd, ik woon op de Lennekse Steenweg. Ik heb nog nooit klachten gehoord over slechte fietspaden. Oké. Okay. Ik zag net nog even het handje van Schepen... Van den Broek voorbij komen, Schepen, u wou nog iets toevoegen of is het ondertussen al opgelost? Ik heb mijn hand teruggetrokken omdat de laatste zin van collega Servais was wat ik ook wou zeggen. Dus dat inderdaad wel was waarom die bomen, niet alleen omdat er in die regio, in die onderste deel van de straat geen staat, en dat dat ook wel wat positieve aspecten met zich meebrengt. Denk maar in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Maar vooral ook dat we daar heel veel meldingen gekregen hebben, zoals collega Servais terecht zegt. En die meldingen hebben we dus wel binnengekregen over de snelheid. En dan is niet alleen die boomvakken daarvoor bedoeld om die parkeerhavens te gaan afbakenen en ook wat hittebestendig te werk te kunnen gaan, maar ook wel degelijk in de strijd om die snelheid naar beneden te kunnen krijgen. Hè. Oké, okay. Ik zie ook nog het handje van Bertrand. Bertrand? Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik juich toch wel toe dat op de Lennekse Steenweg en overal waar ze dat zouden doen, dat ze de fietspaden die bestaan uit klinkers vervangen. Want als fietser is het niet fijn om op klinkers te rijden. Er komen stenen los, er zitten verzakkingen in het allemaal. Dus ik juich dat wel toe. Dank u. Oké, dank u voor uw toevoeging, Bertrand. Ik zie verder geen handjes meer. Dan zullen we maar verder gaan. We zijn dus door het structureel onderhoud heen. En we gaan naar ons volgende punt, punt 11. Dat is dat hebben we al gehad. We slaan er eentje over en gaan naar punt 12. Parkeerbeleid, binnengebied Halle.
de herhalingsborden. We krijgen toelichting door Schepen van de Broeke. Ja, nogmaals, goeie avond, collega's. Ik zou het in één zin kunnen samenvatten. Er komen 6 bijkomende herhalingsborden bij. En dan spreken we specifiek over de zone in Sint-Rochus. Maar ik wil graag met jullie ook wel eens het overzicht geven van die borden zoals zij vandaag de dag geplaatst staan. En dan moet ik een klein beetje uitleg geven. Straks komt er een overzichtskaartje aan. Maar ik moet u ook wel vertellen waar dit vandaan komt, want het staat niet geagendeerd op de volgende gemeenteraad. Maar het betreft eigenlijk een zeer recente beslissing van het college, zijnde van vorige vrijdag. Maar aangezien dat er toch wel heel wat te vertellen valt altijd over het parkeerbeleid, leek me ook geen kwaad om dat hier vandaag ook eens aan jullie toe te lichten. Die 6 bijkomende herhalingsborden die er komen in de blauwe zone van Sint-Rochus, die zijn er eveneens gekomen op basis van de meldingen die binnenkomen via de meldingen op de website van de stad. Maar ik wil graag met jullie even eens het overzichtje bewaren. Dus zoals je ziet, vandaag de dag staan er op de zone Sint-Rochus staan er eigenlijk al 32 borden. 20 daarvan zijn aan alle invalswegen geplaatst. En daarnaast zijn er nog eens 12 bijkomende herhalingsborden. Nu, specifiek zullen er daar 6 bijkomen. Ik zal ze straks met u overlopen. Maar ik wil graag nog ook eens beklemtonen dat een van de positieve zaken van de zonale van de zones te gaan aanduiden in plaats van aparte parkeerhavens en zo met borden, is natuurlijk een geweldig uitsparen van het aantal verkeersborden op het openbaar domein. Dat is niet alleen goed voor de esthetiek, dat is mijn inziens ook vaak goed op sommige plaatsen in het kader van de toegankelijkheid. Dank u wel, zonder dat ik het moest zeggen om naar de volgende te gaan. En er is natuurlijk een verschil tussen de blauwe zones en de betaalzones. Wij merken dus dat de meldingen, de onduidelijkheden binnenkomen allemaal binnen de zone van Sint-Rochus. En dat zich dat in Nederhem, de blauwe zone, daar niet staat, maar dat is natuurlijk ook veel kleiner. Maar in de betalende zone ook niet. En daarvoor is waarschijnlijk ook te wijten aan de combinatie van die betaalautomaten, van de parkeerautomaten, die natuurlijk wel wijzen op de veranderde situatie, als die daar natuurlijk dan al veranderd is. Hetzelfde systeem voor de gele zone en de groen gearceerde parkings, die zijn natuurlijk ook voorzien van de nodige borden. En als de bevallige assistent, voilà, kijk, die voelt dat perfect aan. Wat een vlotte samenwerking. Maar ik zou misschien toch nog voorstellen dat hij nog eentje verder gaat. Want hier zie je al de kleurtjes op de vorige door elkaar. Hier zie je eigenlijk de bestaande borden. De bestaande borden in de verschillende zones, dat zijn de rode, zijn degenen die zich op de invalswegen bevinden. Nu, als u hier denkt dat er 3 verschillende staan op de spoorwegstraat, dat is niet juist. Deze 2 staan natuurlijk hier in de zone van Nederhem. En terwijl ik met mijn cursus beweeg, besef ik dat u dat niet kunt zien, uiteraard. De oranje zijn dan de herhalingsborden die je iedere keer ziet. En dan zie je dat er op Sint-Rochus 6 bijkomende zijn. En ik zal ze vermelden van boven naar onder. Helemaal bovenaan links betreffende een extra herhalingsbord dat er zal komen op de Vogelpers. Ik ga naar onder schuiven. En dan zit je hier met 2 vlak naast elkaar. De linker komt aan de Prinses Paola-laan als u binnenrijdt vanuit de Sint-Rochusstraat. En aan de overkant komt er ook eentje aan de parking Decotex extra. Ongeveer parallel met de parking Decotex ziet u aan de andere kant er ook nog eentje bijkomend in de Melkerijstraat. Tevens aan de kardinaal Mercierplein, dat is de kerk van Sint-Rochus, waar de meeste parkeerplaatsen zich bevinden. En dan moet je al goed kijken, helemaal onderaan komt er ook nog een bijkomend herhalingsbord in de Leopoldstraat. Dat maakt dat wij, kort gezegd, waar zit de grootste verandering in? Ja, er komen 6 extra herhalingsborden bij. Dat maakt dat er nu in totaal 38 verkeersborden staan met zoneaanduidingen. En heb ik het alleen maar over de zone Sint-Rochus, die zone waar wij op basis van de meldingen deze aanpassing hebben gedaan, deze bijsturing doen. En uiteraard ligt dat volledig in de lijn met het retributiereglement dat er is, dat al gepasseerd is. Maar gaat het enkel en alleen eigenlijk over een verduidelijking van de bestaande situatie. Maar ik denk op basis van de meldingen
dat dat terecht is. En als je dan ook nu hier het overzicht bewaart, dan denk ik dat we eigenlijk op vlak van die signalisatie van de zones, dat eigenlijk alles goed is afgedekt. Ik ben klaar met mijn toelichting, voorzitter. Dank u, Schepen van den Broeke. Uw toelichting doet bij mijzelf ook een vraag rijzen. Ik heb gemerkt dat in het grote Halle, in het historische ei, alles binnen de Maaglaan en het kanaal, daar is het nu betaald parkeren. Het is één grote parkeerzone geworden. Binnen dat gebied liggen ook een aantal winkels met hun eigen privé-parkeerplaatsen, zoals bijvoorbeeld de Gamma, CNA en Bristol. Wie daar de parkeerplaats op rijdt, ziet niet dat daar eventueel niet betaald hoeft te worden. Terwijl dat zijn privé-parkeerplaatsen. Zou daar ook niet moeten worden aangegeven dat het regime verandert? Nee, dat is niet nodig. Privéparkings, hè? U zegt het zelf, voorzitter. En ik denk ook dat we het ermee eens zijn dat het ook wel een nobel streven was van het aantal verkeersborden drastisch te verminderen. Nu, als je ze optelt, als je ze allemaal optelt, zijn het nog een behoorlijk aantal. Ik denk net dat het extra verwarring zou creëren, want ik denk dat een van de grote voordelen is, een ander groot voordeel van minder verkeersborden, heb ik daar net nog niet aangehaald, is dat het eigenlijk, denk ik, de leesbaarheid voor de chauffeurs, voor de weggebruikers net vergroot. Omdat als je een wildgroei hebt van verkeersborden, ja, dan zie je eigenlijk als het ware niet meer de bomen door het bos. En ik denk dat dat net een meerwaarde heeft door die zones te gaan werken. En het ligt nu vast. Dat neemt niet weg, voorzitter, dat wij uiteraard na gepaste tijden zullen evalueren en aanpassingen waar nodig. Maar vandaag de dag, zoals u dat zegt, om dan aan te duiden dat we daar in een private situatie komen, lijkt mij dat niet aangewezen. Oké. Ondertussen zie ik ook nog een handje komen van Yves de Menet. Het is aan u, collega de Menet. Ja, dank u. Eén korte vraag. Wanneer worden die borden geplaatst, Schepen? Behoudens mijn vergissing zou dat in de eerste helft van de maand mei moeten gebeuren, maar dat kan zeker ook de tweede helft zijn. Maar de maand mei is 100% een zeker antwoord, Yves. En als ik het u nog kan verduidelijken, zal het u subiet doorsturen. Ja, dank u. Dank u, Bram. Oké, ik zie voor dit punt verder geen handjes meer. Dan kunnen wij naar het volgende punt. Het laatste punt op de agenda, een toegevoegd punt door Rogier Lindemans. De stand van zaken in verband met verwijlinteressen. Rogier? Ja, inderdaad. Goedenavond. Dus mijn vraag is een klein beetje achterhaald natuurlijk al een stuk, of is al een beetje geüpdate na de sessie met de crisismanager, maar ik stel ze toch maar om hem zicht te hebben. Mijn vraag was dus eigenlijk eenvoudig. Men heeft daar in Nederland die factuur van de verwijlinteresse van 200.000 euro. Ik zal gewoon eerst beginnen met deze vraag. Hoe staat het in dat dossier? Ik heb gehoord dat de zaak, dat het begin of de zitting is ingeleid in Brussel. Dat is mijn eerste vraag en meer in het algemeen. Welke andere zaken of discussies er met aannemers nog zijn, waar ook het parlement ook nog discussies heeft over verwijlinteressen? Ik denk dat ik daar mag op antwoorden. De zaak dus van Nederhem is lopende. Daar is nog geen uitspraak, Rogier. Zit bij meester Eiskes. Er is nog een tweede zaak. Dat is de Zennebrug, waar de aannemer Herboskieren 23.000 euro vraagt. Wij zijn akkoord om een 3.000 euro te betalen aan verwijlinteressen, maar zij vinden dat niet voldoende. En wat hebben wij gedaan? Wij hebben die zaak ook aan meester Eiskes gegeven. Dus in beide dossiers die er nu zijn van de verwijlinteressen is de zaak lopende en nog geen uitspraak. Oké, en dan misschien voor de Schepen een vraag, omdat het eigenlijk een beetje aansluit ook bij mijn algemene vraag. Herinner u nog met het gesprek met de crisismanager, heb ik daar toen ook de vraag gesteld of er zicht was eigenlijk op hoeveel projecten er eigenlijk over hun budget zijn gegaan. Ik weet niet of u de vraag misschien nog herinnert. Eigenlijk, dus de projecten worden begroot en dan komen die dikwijls duurder uit. Men heeft toen gezegd, ja, we kunnen dat eigenlijk niet doen. Want ja, wij weten eigenlijk, er zijn niet echt projectfiches met
wat is de prijs op voorhand begroot en wat is dan de uiteindelijke afrekening? Maar dat zou er wel komen in de toekomst. Vat ik het zo een beetje juist samen? Want ik wil dat een keer zeker weten, want uiteindelijk lijkt het mij logisch dat men eigenlijk niet van spreken binnen 5 jaar kan zeggen zoveel is het oorspronkelijk begroot, al die werken, en zoveel hebben ze uiteindelijk gekost. Of ben ik mis? Voilà. Dat is eigenlijk een soort informatieve vraag naar de hopelijk betere manier en opvolging van werken. Ik denk dat u dat goed verstaan hebt. En mocht dat toch anders zijn, dan kan Peter aanvullen die er nog aanwezig is. Maar dat is inderdaad de bedoeling. Dus het zou zijn met een soort projectfiche per project en daar dan een begin- en eindslotsom van maken, zoiets. En die waren er niet voordien, zoiets, ja. Oké. Okay. Klopt. Oké, okay, dank u. Peter, nog iets toe te voegen of is het allemaal goed uitgelegd? Wel, het is goed uitgelegd in de zin van, we gaan inderdaad op basis van fiches werken. Natuurlijk, als we rekening houden met de doorlooptijd van projecten, tussen de eerste beslissing om een studiebureau aan te stellen of om een project te realiseren en de uiteindelijke verwezenlijking, daar gaan vaak 4, 5, 10 jaar overheen, heb je natuurlijk inflatie, heb je een heleboel omstandigheden die je allemaal niet onder controle hebt. Die ook meestal er niet voor zorgen dat een project goedkoper wordt. Maar de opvolging zal veel nauwkeuriger gaan gebeuren, niet alleen op basis van het projectfiche. Men heeft ook de beslissing genomen, nu weet ik niet of het het college was, of de administratie, of samen, om een specifiek softwarepakket te gaan implementeren, Pepperflow, om die projectplanningen en projectverwezenlijking, die dan direct softwarematig ook gelinkt wordt aan het boekhoudpakket, waardoor eigenlijk de nauwkeurige opvolging van de projecten eenvoudiger zou moeten verlopen. En sneller up-to-date is vermoedelijk dan eigenlijk. En dat waarbij je inderdaad, ik heb vandaag, toevallig had ik vandaag, want ik doe ook een opdracht voor de stad Lier, die vergelijkbaar is, en waar men ook gekozen heeft voor Pepperflow, en waar men, ik denk, 1 maand voorloop op Halle. En ik heb vandaag de eerste demos gezien, en daar... Ja, zij gaan ervan uit dat men na de inloopperiode bijna maandelijks eigenlijk op basis van een soort dashboard projecten moet kunnen blijven opvolgen. Oké, okay. Dat zou zeer goed nieuws zijn. Dat is een grote verbetering. Dat vind ik zelf optimistisch, want ik kom natuurlijk vanuit de ademerij. En ook daar is het heel moeilijk om zo precies een project op te volgen. Waarom? Omdat er vaak een verschil zit tussen wat er uitgevoerd is en wat er gevorderd en gefactureerd is. Dus op maandbasis moet je die cijfers met een korrel zout nemen. Over een aantal maanden heen gaan die evoluties wel heel duidelijk zichtbaar worden. Dus okay. Er wordt geïnvesteerd in de middelen en er zal zeker verbetering zijn. Oké, okay, dat is zeer goed. We leven op hoop. Dat is mooi om te horen. Dat is mooi om de agenda, de punten toch die op de agenda staan, mee af te sluiten. Blijft ons nog over de Varia. Ik zie al 1 handje komen. Yves de Menet. Collega de Menet. Ja, nogmaals, goedenavond. Spijtig genoeg is de schip beslot weg, maar misschien kan een van de andere schepen een status geven in verband met het derde aanbouwproject aan het historisch stadhuis. Dus dat was mijn vraag. Kan een van de schepen de eventuele status geven van waar het project zich nu bevindt? Dank u. Is er een schepen die daar antwoord op kan geven? Of... Maar zoals u zal gezien hebben, is het niet goedgekeurd op het college. En dus de bedoeling dat er een herbekeken wordt hoe er aanpassingen kunnen gebeuren. Maar als u het college opvolgt, ziet u dat deze nota niet goedgekeurd geweest is. Klopt, collega Marijke? Ja, ik wil daar nog aan toevoegen. U kan dat ook, die vraag, allee, om hier zo duidelijk antwoord te geven, u kan die ook gewoon stellen via een schriftelijke vraag. Hè. Dan gaat u daar zeker een reactie op krijgen. Ja, het was niet de bedoeling dat ik hier een breed antwoord kreeg, hoor. Ik wou nog 1 puntje melden in Varia, betreffende die aanbouw. De 3D-presentatie die we vorige keer gekregen hebben van de omgeving... Ik vind wel dat de gebouwen moeten adequaat afgebeeld worden. Er werd gesuggereerd in die 3D-presentatie dat het gebouw naast, langs de rechterzijde, het gebouw van de sleutel, even hoog kwam als de aanbouw.
En daardoor wordt de impact van de aanbouw eigenlijk gereduceerd ten opzichte van de omliggende gebouwen. Dus ik zou graag hebben om toch ook geen vergissingen, zoals vorige keer met de voorzijde van het historisch stadhuis, om geen vergissingen te begaan, om toch echt rekening te houden met de omgeving, de omgevingsgebouwen en de effectieve hoogte van die gebouwen als er nog een presentatie komt. Dank u. Schepen Keunen, ik zie dat u uw handje hebt opgestoken. Ja, we zullen daarmee rekening houden. Dank u wel voor. Ja, dank u wel. Ja. Oké. Okay. Ik zie ondertussen, ja, daar komt nog een handje. Eva, de mesmaker. Zegt u het maar, mevrouw de mesmaker. Kort vraagje, maar ik heb gezien dat in de Archipuustraat een nieuwe laadpaal, dat die veranderd is of bijgewerkt is. Is dat een nieuwe laadpaal dat ze geplaatst hebben? Of is die gerepareerd geweest? Want die is een tijdje, denk ik, buiten gebruik geweest. Er is in de laatste wijziging eentje geplaatst, Eva, in de Archipuustraat. Ik denk dat die moest zijn, hè. Dat kan geen ander zijn. Er staat maar één. Hè. Maar wat er precies aan de hand is, dat moet ik eens navragen. Ik zal het u laten bezorgen. Ja, die stond er al, maar die heeft even gewerkt, dan was die ingepakt en nu is die opnieuw. Ja, is die nu pas geïnstalleerd of zo? Dus ik vroeg mij gewoon af daarmee. Ik veronderstel een defect, maar ik zal het morgen eens navragen. Oké, okay, en dan hebben we nog een handje van collega Lanis. Mevrouw Lanis? Ja, ik wou gewoon het laatste punt van het verslag, waar ik gevraagd had of dat de fietsers, dat de voetgangersbrug die we momenteel aan het bouwen zijn aan Roodnem, of dat die ook zou voorzien is om op termijn een fietsersbrug te worden. En ik wou gewoon vragen aan Schippenservé of dat hij daarop al antwoord gekregen heeft. Wel, de vorige vergadering is al gezegd, hè, zo vragen zoals die laadpaal daarnet en dat van de fietsen, stelt dat rek aan de dienst. U zal gezien hebben, mevrouw Lanis, dat ik uw vraag uiteindelijk toch naar de dienst doorgestuurd heb en u daarbij in dat mailverkeer toegevoegd heb. Ik ging ervan uit dat u van de dienst al lang antwoord gekregen had, maar schijnbaar niet. Ja, ofwel wacht u de vergadering af maandelijks om de vraag te herhalen, maar als u na een tijdje geen antwoord gekregen hebt van de dienst, misschien zelf eens vragen bij de dienst. Dus ik ging ervan uit dat u dat antwoord al lang gekregen had. En in de toekomst, als u de vraag zelf stelt aan de dienst, ja, dan kan dat rapper gaan. Ik vraag dat omdat dat op deze commissie is gezegd geweest en dat dat toen aan bod is gekomen en dat men toen heeft gezegd dat het inderdaad zou een fietsersbrug kunnen worden op termijn. Daarom vraag ik het ook tijdens deze commissie. Ja, en ik zeg, de vraag is doorgestuurd aan de dienst en de dienst moet u antwoorden. Dan hopen we maar dat de dienst een goed antwoord kan formuleren. Bram van den Broeke, Schepen, u hebt uw handje opgestoken. Ja, heel kort. Collega Lanis, ik was er vorige commissie omwille van omstandigheden niet bij. Maar zoals ik het altijd begrepen heb, want ik heb daar ook naar gevraagd, is het concept zoals het is. Hè? En is dat een... Het is geen brug, het is een trap. Hè? Een trap waar dan een fietsschoot in zit. En dat is ook de enige technische mogelijkheid. En het is de dienst moet dat dan ook navragen bij AWV. En ja, dat duurt soms ook zijn tijd. Maar behoudens mijn vergissing is dat het antwoord daarop wacht. Dus het antwoord is nee. Het was de breedte van de brug. Ik weet dat er nu momenteel enkel een trap voorzien is, omdat de grond die daarvoor was al beschikbaar, dus die moest niet ontijdigend worden. En dat is de reden waarom dat men daar al een definitieve brug kan bouwen. Mm-hmm. Maar als men werken doet, zeker zo'n ingrijpende werken, dat men dan tenminste voorziet dat het op termijn eventueel wel een fietsbrug. En bij ja, mijn... Sorry dat ik onderbreek, maar allee, dat is voor alle duidelijkheid. Die vraag hebben wij ook gesteld, hè, collega Lanis. Maar tot op heden hebben wij van AWV nog geen tegenbericht gehad dat dat zou kunnen aangepast worden, nou echt in plaats van een trap, naar echt een echt toegankelijk met de fiets bereidbare brug. Oké. Okay. Dan zullen wij moeten wachten tot AWV van zich heeft laten horen. Ik zie in dit varia-moment verder geen handjes meer komen. Dan neem ik aan dat iedereen zijn vragen heeft kunnen stellen. En kunnen wij afsluiten. Collega raadsleden, ambtenaren en ieder ander, dank u voor uw aanwezigheid.
Ik wens jullie nog allemaal een fijne avond en tot een volgende keer.